Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regen vlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, tring, kijk gauw op de mat. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Wat een prachtige dag, zei Pieter tegen Smoes en Poes, toen ze op een zonnige ochtend door het land reden. In het dorp stopten ze bij het postkantoor om de post op te halen, zoals iedere dag. Goedemorgen, riep Pieter. Morgen, Pieter, zei mevrouw de kok. Je krijgt het druk vandaag. Veel brieven en pakjes. Nou, het is er mooi weer voor. Vreemd, zei mevrouw de kok. De meeste post is voor Katie en Tom Poelier. Oh, maar dat is logisch. Die zijn jarig vandaag. Dat is waar ook, zei Pieter. Wat zullen ze blij zijn met die pakjes. Nou, ze boffen maar. Zo, ik ga meteen, want ze zullen vast wel op me staan te wachten. Zo. Nou, tot ziens dan maar weer. Pieter begon aan zijn ronde. Maar voor hij naar de familie Poelier toe kon, moest hij eerst nog langs de dorpsschool. Een paar kinderen speelden al op het plein. Dick van Driel kwam gouden brieven aanpakken voor de meester, die er nog niet was. Dat mocht Dick, omdat hij de oudste was. Oh, oei, midden in de plas. Marie en Lucie van Zelm vroegen Pieter of hij goed kon hinkelen, want ze hadden net nieuwe vakken getekend. Nou, ik heb het heel lang niet meer gedaan, zei Pieter. Maar ik zal eens proberen. Zo, eens even kijken of ik het nog kan. En hij kon het nog heel goed ook. Pieter had er zoveel plezier in, dat hij haast de tijd vergat. Zeg, ik moet er vandoor hoor, de post mag niet te laat komen en zeker vandaag niet. Dag, Pieter. Dag, jongens. Pieter reed het erf van de Groenhoeve op. Katie en Tom zagen hem al aankomen en renden vlug naar buiten. Ze waren heel erg benieuwd wat Pieter voor ze bij zich had. Het was een tweeling en dus was het dubbelfeest. Pieter feliciteerde ze en hij ging naar hun moeder om een brief af te geven.
Tom had precies gekregen wat hij het liefst zou hebben. Maar Katie was niet zo blij. Wat heeft Katie? Ach, ze is helemaal uit het doen, zei mevrouw Poulier. Ze is Marie-Cécile kwijt. Marie-Cécile? Is dat die pop die ze altijd mee naar school neemt? Ja, ze neemt hem overal mee naartoe. Ze kan niet zonder. Wat vreselijk als die pop zoek blijft. Ach, die komt vast wel ergens tevoorschijn. Ja, maar hij kan overal zijn. We zijn gisteren bij tante Lies geweest en bij allerlei kennissen. Ik heb geen idee waar ze hem heeft liggen. Ah, maak u geen zorgen, hè. Ik kijk wel naar haar uit, zei Pieter. Ik ben erg goed in het terugvinden van dingen, hoor. Dus wie weet. Nou, we krijgen Katie heus wel weer aan het lachen. Nou, tot ziens. Kom op, Smoes. We hebben nog een boel te doen. De volgende stop was bij de kerk. Dominee Klomp hoorde Pieter al aankomen. Dat was een aanzicht van zijn nicht Jo, die met vakantie op Mallorca was. Pieter vertelde hem dat Katie de pop kwijt was. Oh, misschien heeft ze hem wel in de kerk laten liggen, zei de dominee. Ze heeft hem altijd bij zich. Nou ja, wie zoekt zal vinden. Zeg, pas op je hoofd, hè. Op mijn hoofd. Ten slotte vond de dominee inderdaad iets, maar het was niet Marie-Cécile. Het was een dameshandschoen. Aan de binnenkant stonden de letters D van D. D van D, zei Pieter. Die is vast van Dora van Driel. Hé, ik breng hem wel. Dat zal ze gek opkijken. Als we die pop maar vinden, zei de dominee. Ach, we blijven gewoon zoeken, zei Pieter. Dank u voor de hulp, hè? Zo, dag, dominee. Zo. Ja, Smoes, pas jij maar op de handschoen. Daar gaan we. Toen Pieter en Smoes bij Van Driel's boerderij kwamen, was mevrouw Van Driel aan het eieren rapen. Ze was heel verbaasd toen Pieter haar de handschoen gaf. Wel heb ik ooit, zei ze. Waar heb je die vandaan? Ik heb hem overal gezocht. Pieter vertelde er van Katie de pop. We hebben er in de kerk naar gezocht en toen vond de dominee uw handschoen. Wacht eens even. Katie en de moeder zijn gisteren nog hier geweest. Misschien ligt die pop wel ergens onder een kussen of zo. Ga je mee kijken? Ze zochten overal. Mevrouw Van Driel vond wel iets, maar het was geen pop, het was een zakmes. Hé, het mes van baas Klus. Wie weet hoe lang het hier dan al ligt, zei mevrouw Van Driel. Maar wil je het voor hem meenemen? Hij zal blij zijn als hij het terug heeft. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat je Katie de pop vindt. Nou, we blijven zoeken, hè. Tot morgen. Tot ziens, Pieter. Wat een dag, zei Pieter tegen Smoes.
We hebben nu al een handschoen gevonden en een mes. Maar nu Marie-Cécile nog. Misschien vinden we haar bij baas Klus. Klus was erg blij dat hij zijn mes terug had. Hij had geen idee waar Pieter het had gevonden. En toen Pieter hem vertelde van Katie de Pop, zei hij... Hey, ze was gisteren nog hier met de moeder. Ik moest een lamp voor ze repareren. Nou, ze gingen maar zoeken in de werkplaats. Ze vonden geen pop, maar wel een horloge waarvan baas Klus vergeten was dat het er nog lag. Om. Zo, gaat het een beetje, Pieter? Zeg, dat is van mevrouw Bartels. Ik moest het repareren, een hele tijd geleden al. Ze heeft het beslist vergeten. Wil jij het voor haar meenemen, Pieter? Nou, natuurlijk. Ik moet toch die kant uit. Wat een mooi horloge, zeg. Nou, ik hoop dat je die pop vindt, zei baas Klus. Ja, ik ook. Maar ja, ik vind steeds iets anders. Nou, tot ziens, hè, Pieter. Ja, tot ziens, baas Klus. Mevrouw Bartels was inkopen aan het doen bij Bram zijn winkelwagen. En Bram stond een kopje thee te drinken. Mevrouw Bartels was verbaasd Pieter te zien. Maar ze was nog verbaasder toen hij haar de horloge gaf. Pieter vertelde dat Katie de pop kwijt was, maar ze hadden hem niet gezien. Arme Katie, zei Pieter. En dat nog wel op de verjaardag. Ik neem een doosje chocolaatjes voor haar mee. Dat zal haar een beetje troosten. Aha, Marie-Cécile, dus daar zat je verstopt. Dat is Katie de pop, zei Pieter. Ik vond haar zomaar terwijl ik haar niet eens zocht, achter de chocolaatjes. Bram was stom verbaasd. Dat kind zit ook overal aan. Zeg, ik neem die chocolaatjes toch maar hoor, zei Pieter. Het is een leuk verjaardagscadeautje. Hier. Nou, tot ziens, Bram. Zo, Smoes, let jij even op die pop, hè? Toen Pieter op het verjaardagsfeestje kwam, met Marie-Cécile en de chocolaatjes, kon Katie voor het eerst lachen die dag. En hoe? Smoes de Poes werd ook uitgenodigd. En Pieter kreeg een heerlijk stuk taart. Dat was heerlijk, zei Pieter. Maar we moeten er echt weer vandoor nu. Kom, Smoes. Tot ziens allemaal, hè? Veel plezier.